bij het Amsterdams Buurtfilmfestival, de vijfde editie. Hier in de OBA en thuis op de livestream. Buurtfilmfestival, het enige buurtfilmfestival ter wereld. Het is een briljant idee. Zelfs op een mistige dag als vandaag, midden in de coronatijd... krijg je alle hoeken en gaten van Amsterdam te zien... via de films van een enorme scala aan filmmakers die zich hebben aangemeld. Ik ben Chris Keulemans, ik ben een van jullie hosts... samen met Marten Bos en Jaika Koot... Zometeen zien we de eerste filmcocktail. Dat zijn vier mooie films, duurt ongeveer drie kwartier. Daarna ga ik hier met de makers in gesprek. Uh, tijdens dat gesprek kunnen jullie via de livestream natuurlijk commentaar en vragen geven. Die komen bij ons binnen. Die geef ik door aan de filmmakers, dus doe dat vooral. Maar nu wil ik eerst jullie voorstellen aan de initiatiefnemer van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Uh, filmmaker, vriend, onvermoeibare Amsterdammer. Ik wil dat jullie ook vanuit jullie huiskamer zo hard voor hem applaudisseren dat we het hier in de Oba horen. Kibret Mekkonen. Welkom mensen van thuis, mensen hier in de zaal. Het gaat om Amsterdamse buurtfilmfestival ABFF. Films gemaakt door Amsterdammers. Films gemaakt. Voor Amsterdamers. Kort, lang documentaire, speelfilms. En alles maar dan over het verhaal van onze buurt, over onze buurten. Verhaal van de buurman, verhaal van de buurvrouw. En gemaakt door Amsterdamers. Professionals, liefhebbers, iedereen. En ik ben blij dat ik vandaag deze editie, vijfde editie, uh, mocht bij nou, deze openen. En uh, ik ben blij, alleen maar blij. Uh, ik hoop dat jullie vanavond, vandaag, vanmiddag, tot de hele avond genieten van films die gemaakt zijn door de Amsterdammers. En dank jullie wel. Jullie thuis zijn er ook weer, jullie in de zaal zijn er ook weer. We hebben de eerste vier mooie films gezien van het Amsterdams buurtfilmfestival. De eerste cocktail. Ik ga zometeen praten met de vier makers. Dat doen we natuurlijk veilig en op afstand. Dus zometeen eerst Lisette Vos en Cyril Guts. En dan Tobias van Oosten en Helena de Jong. Mag ik intussen Cyril Guts vragen om hier plaats te nemen en deze? Ja. Applaus. En Lisette Vos is er ook. Kom erbij. Yes. En um, ik vind het, het supermooi om jullie te zien, want ik, ik zit echt te genieten van die films hier. Het buurtfilmfestival is gewoon echt goed. Je krijgt gewoon echt zo'n rare mix in Amsterdam te zien. Um, en bij jullie zag ik twee. Jullie zijn totaal verschillende filmmakers natuurlijk. Um, maar ik zie prachtig duo films opeens achter elkaar. Eentje over iemand die vastloopt en eentje over iemand die groeit. En dat zie je dan achter elkaar zo so simpel. Uh, Lisette. Wij zien... Ika heet ze, hè? Op ja, Ika is de... mijn nichtje, ja. Ah, is je nichtje. Ja. Ika Vos, Lisette Vos. Klopt, ja. En op die enorme skatebaan, ik ken hem niet, Zeeburger Eiland, waar, waar ligt hij precies? Uh, nou, hij ligt eigenlijk vlak bij Eiburg en uh, nou, Ika, die weet natuurlijk al heel lang dat die uh, skatebaan er komt. Ja. En uh, mijn ouders die wonen op Eiburg, dus daar fiets ik best wel vrij vaak langs. En dan zag je een heel groot bord aangekondigd, de grootste skatebaan van Nederland. Ja. Dus dat was natuurlijk één groot feest uh, toen het open ging. En het zit een beetje verstopt op Zeeburg Eiland, achter flats, zeg maar. En uh, ja, het is natuurlijk een... Uh, in uh, Walhalla voor uh, skate-liefhebbers. En dus... meteen populair, want... Ja, enorm populair. Het? Ja, dit ja. is wel in coronatijd uh, gefilmd, maar op een mooie dag. Dat iedereen ja. toch lekker buiten was, een beetje ja. op afstand. Je uh... in één dag gefilmd? Nou ja, ik, uh, ik heb vorig jaar ook meegedaan aan het Amsterdam Buurt Film Festival, En ik vind het echt een super initiatief van uh, Kiebret, Omdat ik ook zie nu al in deze eerste filmcocktail... hoeveel verschillende mooie verhalen je ziet vanuit verschillende plekken uit de stad. Dus ik vind het heel erg leuk om daar een kleine bijdrage aan te leveren. En dan ga je natuurlijk weer denken van: doe je wel wat of niet? En toevallig kwam ik Kibra tegen in Oost. Ja. En uh, nou, lang verhaal kort. Uh, ik had twee ideeën en uiteindelijk wilde IK mijn nichtje wel meedoen, want die vindt natuurlijk ook best spannend. Dat merk je hmm. wel bij filmen. Even checken. Is IK er nog? Nee, IK die moest helaas weg. Dus, uh, maar die uh, vond het natuurlijk wel superleuk om in de zaal op uh, het grote scherm. Ze heeft zichzelf kopen. nu op het grote scherm. Ja, zien, dat hè? heeft ze wel meegemaakt. Ja. Ja. dus dat was heel leuk. En, uh, maar goed, ik had twee ideeën. En op een gegeven moment uh, appte haar moeder van: uh, Nou, we gaan naar de skatebaan, ga je mee? Dus toen ben ik op een zondag meegegaan. Niet echt met een voorbereid plan. En ook niet met een diepte-interview met Ika. Maar wel, uh, ja, er zijn natuurlijk wel mooie beelden te maken. En uh, daar heb ik uh, in drie minuten wat van uh, gemaakt. Vertel iets over Ika, want die, die heeft dus in New York gewoond. Die komt terug, die leert skaten. Dat, dat heeft ze in New York geleerd, denk ik. Nou ja, wat je, in de film zie je ook dat ze op haar vijfde al een skateboard ja. uh, kreeg. Toen is ze eigenlijk al een beetje gaan leren. En uh, ja, ze is twee, heeft twee jaar in, met haar ouders in New York gewoond. En daar was natuurlijk ook een skate -wahala. En dan ging ze uh, met de metro en een skateboardje naar school. Dus dat ja. was natuurlijk heel uh, schattig. En uh, nu in Amsterdam heet ze elke week uh, les. Ja, en, uh, dat hebben we gezien. Ja, en dat, ja. Uh, ja. daar zien we het resultaat. Wat ik dan zo goed vind, en dat, dat, dat breng je ook. Echt heel mooi in beeld. Je ziet gewoon een meisje die wil, die moet, die ja. zal, die, 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 die wil straks ook die diepte in. Ja, nou wil ze allemaal ja. kunnen. Wat, ja. wat, wat, wat is dat in dat kopie? Nou, ik vind het wel heel leuk. Want ik weet natuurlijk uh, heel goed dat ze uh, heel erg van skaten houdt. En af en toe ga ik ook mee op zondag naar de skateles in Amsterdam Noord. Mm -hmm. en, maar door die film te maken kregen we toch iets langer gesprekken erover. En het zit niet allemaal in de film. Maar een van de dingen die ze toch vertelt. en ook op haar eigen Instagram-account zet. is dat ze het zo leuk vindt door skaten. Je moet het blijven proberen. En op een gegeven moment lukt het. En dat is echt een soort van moment van overwinning. Ja. En ja, dat zie je dan een beetje. Is het weten. ook een meisje die de plek zoekt in Amsterdam? Weet je een tijdje weg geweest. En die, die denkt op deze manier hoor ik erbij. Op nou, deze dat, manier kan dat, ik uitblinken. Dat, dat, uh, ja, dat kan ik, weet ik niet of ik dat zo kan zeggen. Maar ze is eigenlijk ook alweer twee jaar terug uit New York. En ze is net begonnen op een nieuwe middelbare school. Mm. Ook een beetje een creatieve school. En. Uh, dus ik weet niet of het voor haar een manier is om een plek te vinden. Maar ik, ik vind wel bijzonder, en dat komt in de film ook wel een beetje naar voren, denk ik, is die skatecultuur op een skatebaan. Ja. En waar je dan inderdaad toch dat, die interactie, dat was heel leuk, want je ging er een beetje heen zonder plan. En dat je dan toch die interactie film met wat grotere jongens. Ja. En dan de grap is, want uh, in een van die scènes is dan ja, dat uh, iemand het niet durft, omdat het te diep is. Maar ja. dat is dus niet Ica maar dat is de jongen die dat ja. zelf zegt. Ja. En dat is natuurlijk alweer. Dat is ook spannend. Het uh, is een van de weinige meisjes. Hè? Ja, nou ja, toevallig zag ik het op die dag zelf ook een meisje met de schoudertasje. En dat vond ik natuurlijk wel een schattig beeld om dat ja. op te nemen. En ik heb nog even de, uh, geche gecheckt, want er is natuurlijk ook een bond van skateboarden. Uh, en uh, nou ja, toevallig dit jaar zou de sport voor het eerst een uh, Olympische sport uh, ja. worden. Dat gaat dus nu naar volgend jaar. Mm -hmm. En Skate Kate, die we ook even kort noemden, dat is echt een beroemd skatemeisje met heel veel volgers, et cetera. Zegt Ica stiekem dat ze ook naar de Olympische Spelen wil laten? Nou, dat zegt ze een beetje in de film. Uh, ik denk dat dat iets te hoog gegrepen is. Ja. Maar wat zoveel. Ik weet het niet, hè? Nou, je weet het niet. Maar ja. dat is, ik denk, een beetje dag volgend jaar. Maar ja. uh, het mooie is wel, of je nou aan topsport doet. of gewoon aan sport. is ja. om te blijven groeien. En daarom ja. vond ik jouw beginopmerking wel heel leuk. Ja. Want groeien. het is inderdaad, je ziet groei. Ja. En, dat, ja. en dat is mooi om te zien voor je. En dan, dan nog eventjes over hoe je dat filmt. Want dat vind ik ook mooi gedaan. Je pakt die dynamiek heel erg. Ik denk door de montage, door, door de, 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 de verschillende perspectieven. Maar je pakt de dynamiek van zo'n plek heel erg. Want het is een constante beweging, iedereen dwars door elkaar heen. Het is bijna Amsterdam. Nou ja, ik vind het wel leuk dat je uh, dat zegt. Ik heb het gewoon gefilmd met mijn iPhone. Zonder, ja. En dat maakt ook wel dat het makkelijker gaat, omdat je niet met de grote camera erop staat. Ja. Uh, en natuurlijk is het de ideale plek om te filmen. Want uh, <coughs> de dynamiek is gewoon vanzelfsprekend aanwezig. Je hoeft niet ja. op zoek naar spannend beeld. En uh, nou maar je ja, moet dat... het wel pakken. Ja, nou ja, dat is dan wat ik leuk vind om toch aan zo'n festival mee te doen. Dat je een stok achter de deur hebt om zo'n film te maken. Ja. En dan, uh, uh, ja, met de montage kan je natuurlijk gewoon heel erg spelen. Mm. En als dat een beetje gelukt is, dan vind ik dat leuk om te horen. Ja, nee, het is absoluut gelukt. Dankjewel. Absoluut gelukt. Ik vind het trouwens ook leuk om te horen dat het buurtfilmfestival mensen zoals jij triggert... om echt even ergens in te duiken, echt even iets moois te maken... Ja, nogmaals, want als ik dan naar deze filmcocktail kijk met die verschillende films. Ja, maar professionele film van mijn, uh, van mijn voorganger, zou ik maar zeggen. Mm. En die filmpjes en uh, filmdagen En in ja. Noord, wat ik ook wel ken, wat ik ook een beetje volg met corporaties, et cetera. En als je dat dan op groot scherm ziet, ja. dan komt het gewoon echt binnen. Ja. Dus uh, ik vind het heel mooi dat het uh, al de vijfde. Uh, ja. uh, editie is ja. en uh, vooral doorgaan. Het dus pas de vijfde. Er komen de vijfde, er, er vijfde, komende nog vijftig, maar ja, wij zijn er bij het begin al bij. Ja, Cyril Guts, mag ik jou ook een paar dingen vragen? Uh, om te beginnen eventjes waar uh, jouw film precies was. Want we zijn nu in Noord geweest, Zeeburg-Eiland geweest, Zeedijk geweest. Ik zat te kijken, is dit in Oud-West of zo? Ja? Oud-West, ja? buurt? Ik zat ah. zo te denken van, hé, hey, er is gewoon ja. allerlei plekken in Amsterdam. Ja. Maar um, nee, dat klopt. Cyril, um, ik vind het een beetje intimiderend om met jou te praten. En dat vind jij vast ook, Lisette. Hij oh, is waarom? schrijver, regisseur, acteur en kostuumdesigner van zijn eigen film. <laughs> dat is, en allemaal goed. Tot in de puntjes, werkelijk. Echt tot. Oh, no, nou. Nee, dat vond ik echt. Maar um, ik vond het super interessante film om naar te kijken. Eén ding lijkt me heel moeilijk voor een filmmaker, en zeker voor een redelijk jonge filmmaker. Om een film te maken die niet um, een happy end heeft, die eigenlijk een open einde heeft. Veel mensen hebben de neiging om, om het echt helemaal af te ronden. Jij doet dat niet. Jij durft het open te houden. Kan je daar iets over zeggen? Eigenlijk als ik naar terugkijk, vind ik het een vage einde. Hmm. Ik, uh, het, het, was, het was de bedoeling om. Um, ik was geïnspireerd door de film um, The Gambler. Hmm. Van James Kahn in 1970 wat. En, en, en ik was gefascineerd door verslaving. En ik dacht, zoiets als verslaving, zo'n happy end. Ja. Als daar, dat, dat is niet op, terecht. Dat is er niet. Nee, en ook is het natuurlijk voorspelbaar als hij alles kwijtraakt. Dus dat, ja. dat, ik wou laten zien dat het door, doorgaat. En ja. dus, oké, okay, gelukt. Ja. Maar dat, dat, dat was mijn intentie. Ja. ja, Dat is precies dat. En daardoor komt hij ook binnen, omdat je ziet. Uh, hij probeert natuurlijk uh, uh, het goede te doen voor zijn zoontje. Hij probeert van die schulden af te komen, maar hij kan niet. Hij is verslaafd. Ja. Ja. Uh, hoe kom je op die, aan die fascinatie? Ben je zelf uh, gokverslaafd of zie je mensen die gokverslaafd zijn? Hoe kom je eraan? Uh, nee, ik ben gelukkig niet gokverslaafd. Ik heb mm. het wel gezien. Mm. Maar ik ben wel verslaafd aan verschillende dingen geweest. Uh, volgens mij het laatste waar ik verslaafd aan was: vooral die coronatijd was thuisbezorgd snoep. Hmm. Ik werd dikker en hmm. dikker. En iedereen is wel ergens uh, verslaafd aan. Ja. En ik, ik was gewoon gefascineerd door verslaving. En als ja. ik om me heen keek bij vrienden, dan zag ik uh, dat de snelle jongens vooral naar uh, uh, roulette gingen hun geld ja. verbrassen. Ja. Ja. En, en dat ging meestal gepaard met bijvoorbeeld een, een wietverslaving of alcoholverslaving ja. of andere drugsverslaving. Ja. Dus gokverslaving is zo sneaky, je ziet het niet aan de buitenkant. Ja. Maar het gaat nog dieper omdat je ja. zoveel leugens moet vertellen ja. en gaat vaak gepaard met nog andere verslavingen. Ja. Het is... Dat klopt. En, en ik denk trouwens dat 2020 corona-jaar uh, dat nog sterker heeft gemaakt. En je zoekt iets van hou vast. Dat kan ook je verslaving zijn. Jouwe is nog redelijk uh, te overzien, zeg maar, thuisbezorgd. Nee, yeah, yeah, yeah. <laughs> kost wel, kost wel wat, man. Ja, het kost wel <laughs> wat. Maar andere mensen die gaan echt de diepte in. Ja. Um, wat. Dit is een vraag aan jullie allebei eigenlijk. Wat, wat zegt jullie film over Amsterdam? Daar heb je misschien niet over nagedacht als je die film aan het maken bent. Mm. Maar nu op zo'n festival als dit. Wat, wat vertel je mensen over Amsterdam, Cyril? Ook wel zeggen, ik denk even na, even aan ja. jou. Maar als, als ja, je het al ik, weet... Ja, er was gelijk iets binnen. Je gaf het net eigenlijk al een beetje aan. Ja. He, je, je plek vinden in de stad. Ja. Ik denk als je zo naar zo'n skatebaan gaat. Al die verschillende culturen, verschillende mensen, verschillende achtergronden. Die daar allemaal toch hun plek vinden. En ook... Uh, ja, met elkaar. Uh, dat dat lukt op een, op een mooie zondag. Ja. Uh, Oké, okay, dat dat precies. De, ja. En dat is ook het... ...het beste beeld wat Amsterdam kan laten zien. Ja. Cyril, in jouw film zien we niet het beste beeld van wat Amsterdam kan laten zien. Wat, wat, wat zegt jouw film over het leven in Amsterdam? Uh, ik vind het een hele moeilijke vraag, want daar, daar heb ik niet zo over nagedacht. Nee. Maar zo on the spot, uh, om er toch een positieve draai aan te geven... ...omdat mm. ik van, van mijn stad hou, is alles kan in Amsterdam. Mm. In de brede zin, alles het ja. kan zo gaan... Ja. En het kan ook zo gaan op ja. een skatepark. Ja. Weet je? Gewoon in dezelfde stad aan de andere kant. Ja. Fictie maar, en natuurlijk wel realiteit. Het, is, het bestaat allebei. Daarom is die stad eindeloos fascinerend, natuurlijk. Uh, bij jou zie ik ook iets wat voor heel veel Amsterdammers geldt. En misschien wel nu meer dan ooit. Uh, je leeft van dag tot dag. Dat zie je aan deze man. Uh, je leeft van dag tot dag. Je, je weet niet of je morgen haalt, je weet niet of het morgen goed gaat of slecht gaat. Dat zit ontzettend sterk in die film. Uh, is dat ook een, een drive als je films maakt om dat te laten zien? Mm, wel bij dit verhaal, dat je mm. ziet van het is, het is iemand die impulsief is, iemand die vooral in het moment is. En dat ja. kan eigenlijk best wel goed zijn, toch in het moment. Ja. Ik merk met, met, met ikzelf en veel mensen ook, we leven altijd in de toekomst. Van oh ja, mm. dan heb ik plezier of dan gaan de restaurants weer open. Maar we leven nu. Mm. Ja. Nu is plezier, nu is geluk. Ja. Dus in principe doet, doet de man wel iets goeds. Ja. Ja, alleen mooi. misschien denkt hij te veel alleen maar aan nu. Misschien, maar het is, wel, het is wel mooi wat je zegt. Ook na dit jaar. Dat je zegt, uh, het beste wat je kan doen is in ieder geval... Uh, nu niet vergeten. Je niet verliezen in de toekomst, maar nu niet vergeten. Nu alleen beter. nu heb je. Je hebt niet morgen, je hebt niet gisteren. Ja. Nu. Nee. nee. Nu. Precies. Nu. Nee. En nu is het voorbij, want dit was ons gesprek. Okay. Dankjewel. Dankjewel, Lisette, Cyril. Okay. Jammer, want het is mooi om nog langer door te praten. Maar we maken plaats voor twee andere bijzondere filmmakers. We hebben net een film gezien. Helena de Jong schrijdt het podium op. <laughs> en Tobias van Ooster sluipt ook het podium op. De applausjes hier, omdat we maar met z'n dertigen mogen, klinken heel lauw. Maar de mensen thuis, die klappen nog veel harder. En terecht, um, ook bij jullie films heb ik mijn ogen uitgekeken. Ik begin even met jou, Helena. Ik word acuut heel, heel nostalgisch van jouw film. Het is zo verschrikkelijk dat dat nou niet kan, die Hartjesdag. En als jij als filmmaker er zo induikt en al die mensen laat zien... Dan denk ik, oh shit, ik, ik hoop echt dat Amsterdam dit weer terugkrijgt. Heb je dat zelf ook als je het ziet? Dat je mensen ziet die je ja, ja, te lang de, niet de, hebt gezien. De, de hele uh, coronatijd. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om iets te doen. Want ik zette grote projecten op, voor mij dan groot. En dan ging het op het laatste moment niet door, omdat er weer nieuwe regels waren. En toen zei ik dat doe je nog mee? Ik zeg nee, ik doe niet mee, want het gaat toch weer niet door. Mm. En toen ik doorkreeg, het gaat toch wel door. Toen dacht ik, ja, maar ik heb helemaal niet kunnen doen wat ik wilde doen. Mm -hmm. En dat was die Hartjesdag. Ja. Maar dan met nog een andere laag erbij: dat je ook die mensen ziet die zo mooi als vrouw ja. zijn. Dat je ja. ze ook. Ik had ze willen verleiden om zich dan ook als man te laten zien. Oh, ja. dus die laag had ik erin ja. willen brengen. En, ja. um, misschien komt dat nog in de toekomst. Want, ja. Ja, als je weet hoe ze er, bijvoorbeeld Victoria Falls, mm. met bloem in de haar. Als je ja. weet dat het eigenlijk een hele verlegen man is. En ja, ja. ik vind het zo aardig als ik ja. gewoon met die man ben. dan ja. ja. is het zo leuk. En dat kon dit jaar niet, want het ging gewoon niet door. Ja, dat was mijn project. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, dan duik ik in mijn archief. Want hartjesdag vind ik zelf, mijn grootmoeder komt uit, de, mijn moeder is op de Gelderse Kade geboren. Aha. Dus de vrouwelijke kant van mijn familie, die komt eigenlijk allemaal uit de warme buurt. Ja. Dus het is een stuk van mijn familie ook. Ja. Uh, die man had ik een keer gesproken. Hij is nu in Zandvoort met je. Welke man? De, die man waarmee ik dat interview heb in het begin. De Casablanca. eigenaar van Casablanca? De eigenaar van Casablanca. Aha. Hij zit nu in Zandvoort. Aha. Ja, het gaat gewoon allemaal niet goed met die nee. mensen. Nee. En ook het niet. is zo bijzonder om ja. daar te zijn en te eten. En, en kleine ja. optredens te zien. Wat ik heel mooi vind van de manier waarop je het filmt is... Je bent alles behalve een neutrale... Observator, Je zit er gewoon middenin. Je maakt er deel van uit. Het is mijn grootmoeder. Het is ja. mijn moeder. Het, ja. is ja. het, het was hun wereld. Als ik Op een daar gegeven moment wou. zien we jou ook over straat duikelen, toch? <laughs> ja. Dan zijn we gauw in een hoekje, in een straatje gaan oefenen. In zo'n Van We doen mee met die silly walk. Ja. Ik heb niet altijd zin om te filmen en die afstand te bewaren ja. inderdaad. Wat ik mooi vind van dit... Misschien vergis ik me hoor, maar het lijkt erop alsof dit niet zo'n toeristenattractie is geworden. Nee, dat dit... mogen ze ook niet weten. Het is uh, twee jaar gesloten geweest omdat er te veel mensen kwamen. Ah, en ja. zelfs ik heb mijn best moeten doen om te weten waar het was. Uh -huh. En ik wist dat het er was, ik heb het twee jaar niet kunnen vinden. Dat is gewoon op de Zeedijk toch? Ja. Maar oké, okay, daar heb je twee, twee, twee dagen over gedaan. Omdat... Ik ga het dus niet vertellen. <laughs> okay. het, het gaat wel weer door. En ja. als het doorgaat is het altijd dan en dan. Maar ze ja. maken het niet meer openbaar, want je kon er niet meer lopen. Snap dat was, ik. Het oh. werd gevaarlijk. Ook en ook. nu is het echt een feest voor en door. De, en het met... moest voor de bewoners ja. blijven. Ja. Maar ik vond dat ik daar mocht zijn, omdat het de beurt ja. van mijn moeder en mijn oma is. Ja. Ja. ja, terecht ook. Ja. En uiteindelijk maak je er dan ook een monumentje van voor al die fantastisch geklede mannen. En je kent ze dus ook, hè? Een paar ken ik heel goed, die ken ik ook zonder kostuum. Ik heb ook musicals van ze gefilmd en, en, en Café Lellebel. En... Ja. Dus ja. Zijn er zijn ook mensen die, die je zeg maar door het jaar heen ziet. En dan... Al jaren eigenlijk, ja. ja eigenlijk wel. Um, door projecten ook heb ik ze leren kennen. Ja. En dan op Hartjesdag is iedereen op zijn allermooist. Ja, en dat ja. paraderen is zo ja. leuk. Dat iedereen ja. de, het bestaat uit een paar delen, ontbijten en dan paraderen en dan de, de wedstrijd. Ja. En dat ontbijt is om een uur of twee 's middags. Ja, toch? en het hoofdpunt ja. is café het mandje. Dat ja. is ook nog een achternicht van ja. mijn moeder geweest. Ah. Ja, het, is, het heeft te maken met mijn familiegeschiedenis. Ja. Maar eigenlijk vind ik Amsterdam ook zoals jij. Maar vooral in, uh, in, in dat soort dingen. dat triggert me enorm ja. om dat vast te leggen. Ja. En uh, ik, ik vind het ook heel ontroerend. Ook die ja. twee oude horen op het eind. Van, hmm. We hebben weer een plekje terug. Ja. Uh, ja. Je geeft al bijna het antwoord, maar ik vraag het jou ook. Wat, wat zegt uh, deze film? Wat zegt Hartjesdag over Amsterdam? Dit kan alleen maar uh, hier vertoond worden, hier gefilmd worden. Mm. Ik weet niet of het ergens anders. Ja, maar je hebt nu de Gay Pride, maar dat mm. had je vroeger dus niet. Nee, Eigenlijk maar dat is het... ook echt iets anders. Ah ja, maar dat ja. is. Het, ik, ik zou niet weten waar dit buurtgebeuren ja. uh, op deze aarde ook gebeurt, op ja. deze manier. En hoe het ontstaan is ja. ook. Dat mensen gewoon geen geld hadden om zich te verkleden. Nou, mm. ja, dan trek ik jouw kleren aan, dan trek jij mijn kleren ja, aan. Ja, precies. En dat is een enorm leuke ontstaansgeschiedenis. Ja. Vanuit armoede. Dat is het nu natuurlijk niet meer. Nee. Maar toen was het gewoon armoede. Ja. Fun in de armoede. Ja, maar het is ook nog lang niet glossy of zo. Hè? Het is niet over de top. Het is gewoon... Nee, alles. Je hebt ja. wel natuurlijk die perfecte travestiet e. er Maar ja. je hebt ook weer die dames die met een pijper rondlopen. Mensen hebben geen tienduizenden euro's uitgegeven aan dit. dit nee, is gewoon absoluut nee. niet. Nee. Echte mensen, echte kleren. En uitgekomen. het was zo moeilijk. Uit alle beelden die ik heb. Ja, wat laat je nou zien? Ja. Dit is pas het begin, zullen we dat zeggen? Ja, ik ga hiermee verder. Ja. Die tweede laag wil ik ja. in hebben. ja. En misschien ook iets van die familiegeschiedenis trouwens. Want je bent natuurlijk een van de weinige filmmakers die zo gewoon uit die buurt komt met die familiegeschiedenis. Ja. Ik, zou, ik, zou dat, ik zou er een, een epos van maken, wat volgend jaar ja, gewoon het hele buurtfilmfestival van begin tot eind vult. Goed. <laughs> Gewoon nou, acht. ik weet, ja, oké, okay, misschien, maar ik, ja? ik wil ook graag dansen, en rock 'n rollen. En, en ja, ik beweeg ook heel graag, hoor. Okay. want dat, dat monteren is wel heel statisch. Ja, dat is waar. Um, Toevlaster. Ja, yes, mag ik heel even iets zeggen? Mag ik iets zeggen? Want dat ja. is eigenlijk jouw taak. Maar ik zeg vond het. die film van Amsterdam Noord zo leuk, want daar ligt ook. Mijn mm -hmm. basis vanaf, ja. um, vanaf mijn, mijn kindertijd eigenlijk. Uh -huh. Dus ik kende elk plekje de ja. van de Pekstraat. En uh, ja. de Meeuwelaan heb ik gewoon... toevallig ook, ook alle huizen waar ik gewoond heb Ook had. van vroeger. Dus. Ook, dus ja. voor mij helemaal... Tobias, we zitten dus in Noord. Uh, we gaan even door, toch? Want hij heeft die film gemaakt. Ah, sorry. <laughs> had je niet in de gaten, Helena. Dit is gewoon de man van de film over Amsterdam. Ja, noe? maar het is zo leuk om het door jouw ogen te zien. Ja. Goed ontroerd, dank je ja. Uh, ik woon ook in Noord, Tobias. Ik ben goede vrienden met Lucas, jouw hoofdpersoon. Ik zit ook bij Verdedig Noord. Nou, dat is uh, toevallig. Lucas en ik staan samen vanavond weer achter Massie Hoetak in de voorstelling Verdedig Noord in het NDSM-theater. oké. Oh, wow. okay. En ik ken net als Helena elk hoekje wat je hier uh, gefilmd hebt. Tobias, dus, dus, dus welkom in Noord, zou ik zeggen, ja, met je. deze film. Dank je uh, dit is absoluut je, je paspoort om uh, erbij te horen. Ja, ben ik nu een echte Noorderling? Ja, denk het wel. Ja, je, je ik wel. Bent... Ik vind het zeker. Toch? Ja. ja, ik heb alles okay. gezien wat ja. ik ken. Maar um, je doet het, ik, ik gok eventjes, dat je wel nieuw bent in Noord en je doet het vanuit je studie, denk ik. Uh, nou, toevallig ben ik geboren in Noord, uh -huh. uh, maar niet opgegroeid. Uh -huh. uh, toen ben ik eigenlijk teruggekomen en toen heb ik inderdaad uh, een master antropologie gedaan en toen heb ik ook onderzoek gedaan in Noord. En eigenlijk uh, was dit zeg maar, de, visuele, uh, ja, de visuele scriptie van mijn onderzoek. Ja, ja, precies. En dat heb je net van het jaar afgerond. Ja, klopt. Dat ja. heb ik uh, van de zomer afgerond. Ja. Ja. Vertel me even één ding, omdat ik hem ook ken. Ik vond het grappig om Lucas hier te zien als, als verteller en gids. <laughs> um, hij is zelf een hele goede filmmaker. Uh, super getalenteerde jongen. Maar, en daarom vraag ik het, hij is niet de meest charismatische hoofdpersoon, zeg maar. Okay. Ik bedoel, Cyril Guts, die we net zagen, dat is een charismatische hoofdpersoon. Okay. Maar ja. Lucas mompelt een beetje, die, die, Klopt. Die, die heeft niet heel veel woorden. Die zegt altijd dingetjes, hij kijkt heel scherp, maar hij zegt de dingetjes altijd heel basic. Waarom kies je hem als hoofdpersoon? Ja, goede vraag. Uh, het is eigenlijk een beetje organisch gaan. Ik heb veldwerk gedaan in Noord, dus ik heb heel veel interviews verricht. Ik heb ook uh, via via, kwam ik natuurlijk eigenlijk te horen over uh, verdedig Noord, ik kon er bijna niet omheen. Overal in Noord zie je ook posters hangen van mensen die ja, die, die posters gebruiken om, uh, om actie te voeren en om ook zich actief te uiten over de veranderingen die er, die er gaande zijn in Noord. Uh, en gaandeweg ben ik eigenlijk een beetje via, via vrienden ook van mij bij Lucas beland. En um, ja, ik heb Lucas geïnterviewd en uh, het klikt eigenlijk wel goed. En uh, ja, ik kom er achter zijn leeftijdsverhaal. Zijn opa en oma hebben bij het KNSM-werf gewerkt. Uh, hij is dus ook activist. Hij is deel van Verdedig Noord. En nee, klopt, hij is niet heel uitgesproken en hij is zeker niet uh, heel erg out there. Maar daarom uh, vond ik ook juist wel eigenlijk uh, zijn, zijn standpunt wel heel interessant. Want ja. Ja. hij is geboren en getogen in Noord en hij heeft gewoon Noord zien veranderen. En hij is wel gewoon iemand die. Uh, ja, die vreest of hij wel in Noord kan blijven wonen ja, later. Ja. Als hij wat ouder wordt en als hij een huisje gaat zoeken. Um, omdat het gewoon steeds moeilijker wordt om in Noord te blijven wonen. Omdat het steeds duurder wordt. Dus hij staat precies voor wat jij wil zeggen met die film. Ja, hij is echt ja. een soort uh, embodiment. dat uh, ja. heel moeilijk wordt voor, uh, uh, voor vind Noord, ik ook de Noordeling. En wat hij zegt is altijd raak, zeg maar. Hè. Er zit nooit bullshit bij of niks. Uh, hij maakt trouwens een paar clips met Massie Houtak... Uh, die kan je vinden op YouTube, Massi Hoetak. En dat zijn allemaal supermooie clips over Noord uh, met de rhymes van Massi. Tobias, uiteindelijk staan jullie op dat heuveltje. Tegen de ring aan, vlak boven wat nu zeg maar station Noord is van de metro. Uh, met dat kunstwerk op de top. Daar is hij opeens helemaal gelukkig. Ben jij na dat onderzoek, ben je na dat filmmaken, ben je na dat ronddwalen door Noord. Zover dat je snapt waarom dat mooi is. Want andere mensen zien dat niet. Die zien grauwe flatgebouwen en een, en een heuveltje tussen een paar bomen. Maar voor hem is dat geluk. Zie je dat nu ook? Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar denken dat ik, uh, dat ik kan, kan voelen wat hij uh, daarbij voelt. Maar ja, ik denk het wel. Voor hem is het, en voor veel andere Noordelingen denk ik ook wel... Uh, ze hebben hier gewoon heel veel plekken die nog... Ja, zoals hij het zegt, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar onaangetast zijn. Hmm. Dus die nog net zo zijn als vroeger. En dat probeer ik ook wel heel erg in de film terug, naar brengen, uh, terug te brengen. Is dat heel veel Noordelingen die, die, ja, die worden de hele tijd geconfronteerd met heel veel veranderingen in de buurt. En heel veel ontwikkelingen, ook heel veel heel fysiek, heel, heel veel geluid. Er ja. zijn dus heel veel, heel veel uh, nieuwe gebouwen <tus> die uit de grond worden gestampt. Maar sommige plekken die zijn nog een beetje zoals, ja, zoals vroeger. Ja. En dat, voor hun voelt dat dan als, als oud Noord. En ja. dat voelt dan vertrouwd. Ja, is het, ja, omdat dat alles verandert, is, is het fijn als sommige dingen hetzelfde blijven, of ze nou mooi zijn of niet. Ja zeker. En ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan dat gevoel misschien van, van oud uh, en nieuw Noord. En ik, ja. ik denk ook niet per se dat het een goed gevoel is, want het ja. zet ook wel mensen tegen elkaar, tegenover elkaar misschien. Ja. Maar ja, het, het draagt zeker wel bij aan dat uh, het is wel fijn dat, dat dat soort plekken er nog zijn, ja. natuurlijk. Ja. Dit is trouwens een, een, een mooie geheime plek. Ik weet niet of jij hem kende, Helena, die heuvel. Nee, dat was het enige punt wat ik wilde herkende, want ik denk, wat het? Mm -hmm. ja, het wordt ja. Niet zeggen, niet zeggen, nee? Tobias. Uh, ja, oké, oké, oké. wordt de Kabouterberg genoemd. Ja. Maar niet, niet, niet zeggen, want anders gaat iedereen naartoe en dan kan Lucas daar niet, meer, kan daar ja, niet meer in zitten. Ik ga een tent erop zetten dan. Hé, <laughs> okay. hey, Tobias, nog één ding over hoe je filmt, dat vond ik eigenlijk wel grappig. We zien het wel af en toe, maar jij doet het eigenlijk heel consequent. Volgens mij zit je gewoon op je fiets met je telefoon achter Lucas aan. Uh, nou, toevallig uh, zijn de features, die heb ik niet gefilmd. Dat, is ook, uh, dat heeft iemand anders gefilmd. En dat is eigenlijk ook de persoon uh, door wie ik Lucas heb leren kennen. Uh -huh. Ook een filmmaker uit Noord. Uh, maar hij heeft wel met een echt een grote camera, toevallig, oh. zo'n unit, heeft ah. hij op de fiets uh, gefilmd. Dus dat was wel ja, was heel knap. En uh, daar ben ik, ja, ben ik heel blij mee. Dat ik, Hoe heet hij? Dat hij dat durfde. <laughs> Hoe heet ie? hij? Hij is Sam Broekman. Hij werkt ook oh ja. wel, wel eens met, uh, ja. met Lucas. Ja. Eens volgens mij komt hij vanavond ook kijken. Ja, leuk, ja, ik vind het jammer ja. dat ik er niet bij kan zijn. Ja. Dat is wel, uh... um, ja, volgens mij moeten we het afronden, zo meteen ongeveer. Um, Tobias, zeg nog eventjes, want jij bent de antropoloog in het gezelschap. Zeg nog eventjes over de andere films die we nu net hebben gezien. Wat, wat pik je daaruit over Amsterdam? Ja, nou ja het, is, het is heel divers. En dat, dat, dat vergeten we soms, denk ik wel. Of dat, uh, ik, weet niet, ik denk dat dat niet altijd. Uh, ik weet niet of we dat soms vergeten, maar. Ik denk dat het best wel vaak. Uh, dat het niet altijd belicht wordt, ook in films en misschien in, in media. En ik, uh, ja, ik denk dat, dat dit platform daarom juist ook zo interessant is, omdat je. Eigenlijk een platform biedt voor, voor iedereen. Iedereen ja. met mensen met wel, met geen ervaring, met, met wel ervaring. Dus ik denk dat dat ook alleen maar toont hoe divers Amsterdam is en ja, wat er allemaal gebeurt en wat voor interessante perspectieven er allemaal spelen op, 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 allemaal, op allerlei niveaus. Dus uh, ja, heel erg bedankt voor het uh, <laughs> Amen. Amen. festival. Um, Tobias Helena, dank jullie wel. Dank hey. jullie wel. Ja, het, de eerste cocktail van het Buurtfilmfestival uh, zit erop. Vanaf nu, na elke cocktail, staan alle films uh, op het YouTube-kanaal van Amsterdams Buurtfilmfestival, abff.nl. Dus check die films nog een keer als je wil. Blijf nog even kijken. Nu een half uurtje pauze. Straks weer nieuwe films uit heel Amsterdam. Dank je wel.